Als je bijvoorbeeld, ik heb toch ook nog wel een vraag nog over. Ja, wat zijn de beelden van breien en naaien? Want die beelden die heb je een paar keer die heb je gebruikt op de plaat. Ja. Wat heb je daarmee? Helemaal niks? Of is het voor jou een soort gezelligheid naar vroeger, breien? Ja, maar het meisje dat daar een trui breidt, die breidt een trui in haar ondergoed. Ja. En ik vind dat wel, ik hou wel, de plaat gaat ook over seks, hè, trouwens. Het gaat niet alleen maar over We hebben een teleurstelling volgende vraag. en over liefde. Ja. En ik vind het wel een heel erotisch en seksueel beeld eigenlijk. Nee, maar het woord huis. Breien is vrij, niet vrij, ja, moet ik het zeggen. Dat doet herinneren, vind ik, meer, misschien is het mijn eigen perceptie, maar aan iets wat al ouder is. Ja, aan je grootmoeder die zit zo Ja, tik-tak te breien bijvoorbeeld. voor Ja. de kachel. Nee, bij mij is het eerder een seksueel beeld. Dus ik vind vrouwen die iets heel huiselijks en iets heel gezelligs doen, maar dan op een erotische manier, begrijp je? Dus dat Ja. ze echt, ik zal nu echt uit de biecht klappen. Mijn echtgenote heeft ooit eens staan strijken in haar nieuwe sexy lingerie. Dus begrijp je? Oké. Dus, en dat beeld heb ik een klein beetje veranderd. Dat moet je niet uit zijn. Misschien ziet ze het wel. Nee, en dat beeld had ik dus wel voor ogen. Dus van iets. Oké, dat is dus Dat, jou die dubbelzinnigheid. ja, ik vind erotiek voor mij, zoals bij veel mensen, denk ik, moet niet te kinky zijn. Hè. Bij mij mag, als ik moet kiezen tussen een del, hè, die, om lekker mee in de koffer te duiken, of een hele vrome katholieke vrouw met een minirok, dan kies ik wel voor de hele brave katholieke vrouw met een minirok. Maar dat Begrijp je? daar, want ja, want daarin zit nog veel meer dingen aan de suggestie vast. De suggestie, tuurlijk. Ja. Ja. Dat is toch heel duidelijk. Ik Zie je denk trouwens dat? ja. Nu net even. Mooi, mooi. Ik dacht, is een champignon of zo. Nee, het is een piemeltje. Ja. Een reusachtig piemeltje. Ja. Ja, daarom dat beeld ook, hè, van die vrouw die een trui breidt in haar ondergoed. De suggestie. Maar heb jij, want je zei ook, je had het is dus. Dat ook je had over de liefde gaat en de seks. Het nummer De Zomer van de Liefde, dat heeft een beetje een soort homo-erotiek. Ja, dat heb je goed gezien. Ja. Ja, het is. Ik vertel altijd het verhaal dat ik zelf ook nog een klein beetje homoseksueel geweest ben. Toen ik op kostschool zat. Maar Maar hoe dat. oud was je toen? Tussen 16 en 18, 18 of zo. Maar was je toen echt seksueel of homoseksueel of ontdek je toen de seks? En kon je op een gegeven moment dat niet Ja. toepassen op de vrouw? Misschien was dat inderdaad ook zo, want het was dus een jongenskostschool. En op de duur begin je dan inderdaad wel op de achterwerken van je klasgenoten te letten of zo. Misschien is dat wel zo, dat psychologen moeten dat uitwijzen. Maar ik heb het echt wel meegemaakt. En ik denk er soms nog vaak aan zo van. Omdat de breuk daarna wel radicaal ook is geweest. Vanaf mijn 18 was ik het helemaal kwijt. Dan ben ik weer helemaal heteroseksueel geworden. Dus soms denk ik eraan zo, hoe Maar je het hebt er nu toch helemaal. raken. Nu helemaal niet, nee, ik heb het niet meer met jongens. Maar ja, ze mogen altijd eens proberen, misschien lukt het wel, maar persoonlijk heb ik toch liever borsten en billen. Ja. En ja. Nee, maar, je God, ik onderbrak je, maar je was nog bezig met een vrouw. Je zei vanaf je 18e, toen je dus weg was van die kostschool, toen was die breuk heel radicaal. Ja, toen ben ik helemaal op meisjes weer beginnen vallen. En ik heb ook nooit de seks geconsumeerd, ook niet op een homoseksuele manier bedoel ik. Het waren alleen maar fantasma's en dromen uiteindelijk. Hè. En dingen die je zag in het werkelijke leven, waarover je dan begon te fantaseren, begrijp je? Zo van, je ging naar het zwembad en je zag daar een mooi jongetje in een mooi blauw zwembroekje. En dan sloeg je fantasie op hol, het was meer zoiets. Ik heb dat een lange tijd gehad, toch een paar jaar. Ja. En daarover gaat dat liedje eigenlijk, over mijn verborgen kansen. Van Ja. hoe het toch raar kan lopen in het leven. Ja, maar want op de vorige plaat kwam ook zo'n Hè. een nummer terug erover, dus het houdt je nog steeds al bezig. Houdt me wel bezig, ja. Ook vooral omdat ik dus toch de levensstijl van de homo's toch wel heel erg bewonder. Ik vind dat de meeste homo's die ik ken er persoonlijk twee, echt heel erg persoonlijk. Ja, die hebben een fantastisch leven. Dat zijn meestal heel erg creatieve, fantasievolle mensen
die heel veel relaties hebben, een heel ingewikkeld liefdesleven, maar die toch heel vrolijk door het leven gaan. Ik ga trouwens vanaf deze maand een column schrijven voor een homoblad. Echt waar. Van welke? Gus. G-U-S in België. Maar het wordt ook in Nederland en Frankrijk en Engeland verdeeld. Dus ik ben de nieuwe columnist van Gus, het homoblad. Maar waarover moet je schrijven? Hebben ze dat gezegd? Ja, ze heeft mij dat even gevraagd, omdat ik ook met een fotosessie in dat blaadje gestaan heb. En daar hebben ze gevraagd om een column te schrijven, om als heteroseksueel mijn visie mee te delen op de homo-wereld. Ik heb er wel een visie over, ja. Mijn visie is dat ik het heerlijk vind. Hè. Die kerels vindt ze fantastisch allemaal. Ja. En dan vertel je over je nummer, De Zomer van de Liefde. Daarover gaat het nummer. Ja. Ik rook jouw vette haren en ik werd blind. Ja.